Als je één item mocht kiezen dat je mocht hebben, welke had je dan gepakt? En we zijn weer voor de 6e keer deze week weggejaagd. En er lopen ofwel hondjes rond, er lopen kippen. Een beetje een luxe boerderijenleventje ofzo. Hoi en welkom bij een nieuwe vlog. Leuk dat je kijkt. Het is vandaag maandag. Je mag het 3 keer raden. Wat ik aan het doen ben. Och, heerlijk. Maddie is onderweg naar mij en dan gaan we even samen lekker paninis eten. Helemaal zin in. Ik had vanmiddag geslapen tot 12 uur. Half 12 uur. Ik zag helemaal af van die baby shower. Maar och, wat was het leuk. Matt is weer de deur uit. Altijd zo schattig als hij weggaat. Vouwt ze altijd ieder dekentje helemaal op. Het is alweer tijd voor diner. Dus ik heb lekker een salade gemaakt. Met olijfjes, tomaten, ui, avocado. Mozzarella. En die maak ik nu even aan met wat olijfolie. En dit is ook heel lekker. Dit is balsamico. En dan heb ik ook nog lekker een lasagne van gisteren. Die doe ik er nog even bij. Ach, wat vind ik dit toch heerlijk. Serietje aan en ik ben los. Een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag. Ik heb echt ziek uitgeslapen ook weer. Ik had zo'n mega echte droom. Ik had gedroomd dat ik zwanger was. Ik ben helemaal gehersenspoeld door die babyshower, I guess. Maar dat is niet het geval, gelukkig. Ik ga lekker eten en weet je wat ik ook altijd heb in de zomervakantie? Dan heb je echt het idee, oh, ik ga lekker allemaal dingen plannen. Ik ga dagjes weg, ik ga afspreken met vriendinnen, ik ga dit doen, ik ga dat doen. Maar eindstand ben je eigenlijk alleen maar thuis. Omdat iedereen aan het werken is of omdat iedereen al andere plannen heeft. Maar goed. Ik facetimede net Alex even. Zit hij in een Spider-Man pakje. Kijk, hoe schattig. Zo gaat hij morgen dus naar school. En ook heel cute. Ze hebben een nieuw hondje gekocht daar. Hij heet Lucky. Och, kijk nou. Kijk nou hoe lief. Die oogjes. Zo schattig. Even kijken of ik een beter fotootje heb. Dat is toch poepig. Kijk nou. Billy? Maar je wil Billy? Nee. Nou? Ben je het huis aan het schoonhouden, Kaat? Nee, absoluut niet. Nee. Hey, Freddy! De plantjes toch? De 1000 plantjes? Ach, daar word ik zo moe van. Heel die tuin bewateren. Ja, ik ken het. Ja, het geheim is inderdaad op de laatste dag dat ze terugkomen. Dan begint alles één keer te doen. Frido! En alles wat dood te gaan is, dat was gewoon alles. Ja, dit gaat goed. I'm with Renate. Hello, mate. Hello. Wij zijn lekker een filmmiddagje aan het voortzetten. Och, wat lekker. Dit ook lekker in de oven. En of course, de Vampire Diaries. Hey, my bitch is gay. Bon. Je ziet mijn poenie niet, hè? Oei. Jeremy's dead, hè? Wat raar. Lekker, hè? Leuk. Kan je die niet aan? Oh. Kom, we gaan even jouw kledingkast kijken. Dat vind ik altijd zo leuk. Ja, goed hoor. Als ik jou hier een uur zou zetten, zou je helemaal vermaken, of niet? Ja, ik vind het wel. Vrouw. Aan daarvoor zeker. Vind je dat een mooiste top? Nee, dit vind ik een hele mooie top, maar hier zie je heel snel plekjes en zo. Ik weet eigenlijk niet waarom ik die nooit aan heb. Het is wel mooi. Ja, daarom. Maar en mijn favoriete top is deze hue. Nee, ja, shit. Nee, top. Ja, top, top. Nee, shirt. Shit, funky heel, broek, funky heel. We staan hier onder.
Deze heb je ook bijna nooit aan. Ik vind het echt heel grappig hoe jij in mijn kast zit alles even te bekijken. Als je één item mocht kiezen dat je mocht hebben, welke had je dan gepakt? Nee, even eentje die je echt het allerleukst vindt. Ja, dan moet ik wel even nadenken hoor. Ja. Of deze. Of die blauwe trui. Ja, ik weet niet. Ik zal eens even kijken hoor. De muis. Ja, deze vind ik ook heel leuk. Misschien deze wel. Ja. Nee, want ik zei net dat dit mijn favoriete trui was. Ja, hè? Ik zit even te kijken of je dat witte spikkeltje nu ziet, maar die zie je dus. Heel fijn dat René het mijn nieuwe camera heeft laten vallen op die Grundy. Maar? Ja, maar je rijdt me wel naar dat punt om het te laten fixen. Dan. Dat is zeer compensatief van jou. Ik weet het al. Compensatief? Ja, no. Dat is geen woord. Jij hebt een top? Ja hoor. Van deze trui. Weet je wat ik bedoel? Dat is mijn favoriet, want ik heb zelf niet gekregen. Is die van Chiquel? Nee. Oh. Maar jij hebt hier een top van. Gas, ik weet beter in kleding dan jij zelf. Crop top is dat. Ja, en dan met een wit... Met een kraagje. Ja, die heb je ook bijna nooit aan. Die heb ik echt altijd aan gehad, volgens mij. Ja, heel lang geleden. En als jullie zouden mogen kiezen, welke zouden jullie er mee? Laat het weten in de comments. Wat dacht je? Ik haal deze gewoon in 3 kleuren. Ik vind hem zo leuk. Kan. Heb je het gezien, mevrouw Dekkers? Ik vermaak me niet. Alex verstopte zich altijd in die kast. Ging hij daar tussen zitten? Echt schattig. Doe dat eens. Ik heb thuis nog even mijn wenkbrauwen geverfd. Ik ben nu onderweg naar Martina. Morgen moet ik 's middags pas werken, dus dat is lekker. Kan ik daar lekker uitslapen. Papa en mama doen dus altijd boodschappen als ze in Duitsland zijn. Dus ik heb hier een tasje met jam en augurk uit Duitsland mee. Ik ben lekker onderweg en lekker mijn mandje in. Ik zie jullie. Oh, morgen weer. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Ik ben zojuist thuis en ik zie papa daar de goede container uitspuiten. Ik was vergeten om die aan de weg te zetten. Nu zit er allemaal malen in. So he is not amused, you know. En ik heb de auto iets te dicht geparkeerd tegen de rand, dus ik ga weer deze kant rijden. Gaat goed? Ja, je zet wel wat veiligheid in. Veel beesten. Nou, ik heb al die dat eten. Dat heb ik in de andere zak gedaan. Die doe ik straks bij het pochtvuil. Ik vraag, zitten er veel beesten in? Ik heb al het eten in de andere zak gedaan. Shit. We gaan vrijdag met de vriendinnetjes lekker naar Café in the City in Rotterdam. En Renny appte gisteren van ik heb echt nog topjes nodig. Dus we gaan even naar de stad. Toen heb ik ook een mega leuke gescoord. Dit topje. Volgens mij is deze 4 euro of zo. Een XXS, dus dan zit het ook een beetje strak bij de tits. Vind ik altijd wel mooi in het oranje. Dan ga ik dit lekker aan met een leren broekje. Oranje tasje, hakjes, blazertje. Dat is helemaal leuk. Ik moet om 2 uur werken bij Gossip, dus ik ga zo eventjes klaarmaken voor een contentdagje. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Ik had mijn camera bij op kantoor laten liggen, dus vanaf ik gisteren ook niks meer had gefilmd. Hoi. Maar er zijn nu dus, vandaar dat we weg moeten, er zijn nu 6 bezichtigingen vandaag. Het is nu 9:45, om 10:00 komen dus de eerste tot 12:00. Dus vandaar dat wij het huis moeten. Dus we gaan even lekker naar de Rukvisse Heide. Met de fam even wat eten. En dan is er van 4 tot 5 nog een bezichtiging. Dus een beetje een shitty tijd, want we moeten de hele dag door eigenlijk gewoon weg zijn. Ik moet hier even van de straat af. Maar goed, wij zijn onderweg. Voor mij veel droger dit jaar. Ja. En ik denk dat dan ook
minder is. Jo. Ik dacht, je trekt nog aan die aan. Dan had ik echt jouw ballen kapot gemaakt. Laat ze je ballen kapot gaan. Papa is echt een hele irritante bui. Lauw. Als hij niks te doen heeft. Witte stip op mijn kiel. Papa gaat de garage opruimen. Wij zitten lekker bij het paviljoen. Hè? De tijd uit te zitten. Ik hoef dat niet. Hou nou eens op met het rare gedoe van jou de hele tijd. Ik heb geen aandacht genoeg van jou. Oké. We willen best ook samenwerken. Wij zijn nu thuis en we moeten zo meteen weer weg. We hebben denk ik 2 uurtjes thuis gezeten of zo. Een hele gekke dag. We gaan even een boodschapje doen en we kunnen over een uurtje weer terug ons huisje in. De bezichtigingen zijn geweest. Morgen zijn er weer 3 gepland, dus dan wordt het weer zo'n dagje. Maar ik heb eventjes mijn kast uitgeruimd en een stapeltje gemaakt met allemaal kleertjes die op Vinted kunnen. Vooral heel veel topjes, ook wat truien, jurkjes, jumpsuitjes. Dus kijk eventjes, mocht je dat leuk vinden, ik zet een linkje in de beschrijving, dan kun je er makkelijk bij. Ja, ik ga dit nu op Vinted zetten. Ik heb lekker gedoucht. Ik heb nu de helft opgenomen en ga morgen de andere helft op Vinted zetten. Dan zal ik ook meteen eventjes wat laten zien via hier. Mark komt nu ophalen en dan gaan we lekker Ex on the Beach terugkijken. Goedemorgen. Het is vandaag een warme dag. Ik heb geen idee welke dag het is. Vrijdag. Het is fucking warm. Ik zit hier in de trein, de auto. Ik ben weer onderweg naar huis. Er zijn dus net 2 mensen wezen bezichtigen bij ons. En we mogen nu dus weer het huis in. Dus dat is wel chill. En dan ga ik mezelf even klaarmaken. Want ik heb een afspraak bij de nagels voor mijn nagels. Mama had geen tijd en ze moeten echt gedaan worden. Zo, ik heb mijn nagels weer laten doen in een babyblauwe kleur. De kleur is echt heel mooi, maar het is niet zo heel mooi gedaan. Maar ja, ik ben nu onderweg naar huis. En dan komen ze meteen alweer kijkers voor het huis. Ze moeten wel weer de deur uit. En we zijn weer voor de 6e keer deze week weggejaagd. Maar we gaan nu naar een soort bed and breakfast. Want mama die heeft een vriendinnetje en zij kent weer iemand die best wel een gaaf bed and breakfast heeft. En zij wil misschien dus ons haar kamer verhuren, zeg maar. Of haar, een van haar kamers verhuren. Zodat wij tegen de tijd dat ons huis dan, ons nieuwe huis klaar zou zijn. Die we overigens nog niet hebben hoor. Maar dat we tot die tijd dan daar kunnen verblijven. Dus we gaan even kennis maken, even kijken. En het zit ergens in de buurt van Rukve. Dus we gaan het zien. Maar ik ren nu achter papa en hij rijdt echt mega slow. Maar anyways, wij zijn nu richting Rukve dus. Ik ben heel benieuwd. We zijn op locatie. In the middle of the bushes. En het is dus zo'n soort tiny huisje. Huisje. Maar we zijn niet zo vroeg, dus we wachten even. We zijn daar net binnen geweest. Het is echt een beetje een soort caravan-achtig iets. Maar dan gewoon met een hele grote tuin. En er lopen overal hondjes rond. Er lopen kippen. Een beetje een luxe boerderijenleventje of zo. Maar goed, het zou eigenlijk bedoeld zijn voor als we niks anders kunnen vinden en we uit ons huis moeten omdat het verkocht is en niks anders hebben gevonden. Dus dat is een soort van een beetje de safe option. Maar in principe wel grappig, maar ja, wat zijn we nou aan het doen? Moeten we draaien? Ik rijd dus achter papa aan. We rijden nu iemands erf op. Maar ik wilde zeggen, noem me een verwend blond trutje, maar zo be het dan. Het is gewoon niet echt voor mij een beetje dat boerderijleven of zo. Ja, wat doe jij? Oké, anyways, wij zijn nu onderweg naar Carol, zijn vriendinnetje van mama. Gaan we nog eventjes wat eten. Zij woont in Essen.
En dan moet ik al racen naar huis, want dan gaan we met de meisjes vanavond gezellig naar Queen City. Queen Gili. En Renny komt naar mij om 6:30, dus ik moet wel eventjes, het is nu 5:15, we zijn er rond 5:30. Dan moet ik wel snel zijn. Maar goed. We can manage it. Kijk, wat ik net liet zien trouwens, dat was dan dat tiny house, maar dit is wat erg. Je zag er echt geen fuck van, maar het was wel gewoon cute. Alright, wij zijn onderweg. Wij hebben ons klaargemaakt, we hebben een beetje haast. Maar ik heb dus dat nieuwe topje aan van New Yorker, blazertje van de H&M, broekje Zara, schoenen Dr. Martens. En wij zijn on the way. 3, 2, 1. Shit, fuck. Heel broek, How can I be homophobic? My bitch is gay. Topless, even a stick is gay. Hou my bro, stand on my loving. Burn the swing. Kijk, kijk, kijk. Hij is een 6, maar hij rapt drill. Hij is een 6, maar een central seat. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Ik sliep vannacht bij mama. En ik ben nu op station, want mijn scooter stond hier nog. Ik ga lekker naar huis en dan gaan wij een dagje Rotterdam pakken. Want ik moet mijn camera wegdoen. Dus ik ga nu naar huis. Ik heb mezelf even klaargemaakt. Wij gaan lekker eten bij Loetje. Heel veel zin in. Waar zijn mijn ringen nou? Oh ja, het is. Mega veel zin in en dus even de camera afgeven. En ik ben wel heel blij dat ik natuurlijk die tweede camera heb, zodat ik wel door kan vloggen. Maar dit is wel de camera met al die vlekjes. Dus ik hoop dat ik die dan snel weer terug heb als ik hem vandaag inlever. Maar goed, we gaan het zien. Ik ben alweer aan de late kant. Kom, die moet er niet. Dus ik ga opschieten. Nou, het is toch zo fucking druk in Rotterdam. Het is zomercarnaval. Lauw. Nergens een plek. Ja, eentje gevonden nu al, dus dat is chill. Te laat bij Loetje, maar niet. Heel veel zin. Lekker biefstuk met friet en brood en salade. Och, kent hoe. Waar zitten we dan? Er zit gewoon helemaal niemand binnen. Heerlijk, wel rust. Wat kut. Ik ben hem nu 6 weken kwijt ongeveer. En dan weten ze nog niet of het gemaakt kan worden. En of het onder de garantie valt. Lauw. Dus ik heb nu mijn oude camera. Zie je dat vlekje? Geen idee. Wij zijn onderweg naar huis en dan ga ik vanavond lekker met Loenetje nog iets doen. Niet al te laat maken, want morgen moet ik weer werken. Och, ik hoop zo dat die camera een beetje op tijd gefixt wordt. Dat die überhaupt gefixt wordt. Zeker. Wij zitten lekker bij Saus. En ik zit eigenlijk heel veel nog van Loetje, maar ik heb lekker friet met frikandel besteld. Zin in. Het is wel lekker dat die zon is gaan zakken. Ja, goed. Och, wat achterlijk lekker. Net zoals jij. Ik ben thuis, het is 11:15. Ik ga lekker douchen. Nog even een stukje van de voren vast editen, dan hoef ik morgen niet alles te doen. En dan ga ik lekker tukken. Want morgen moet ik werken. Dus ik zie jullie morgen weer. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Ach, ik was gisteren wat video's op mijn harde schijf ontzetten zodat ik ze kon verwijderen van mijn computer. En toen kwam ik wat oude video's tegen. Dus ik klikte er op eentje. En hij begon meteen met Chloe. Dus ik heb vanochtend gedroomd dat ze nog leefde en dat ik helemaal blij was. En
Dan word je wakker, dat is echt fucking naar. Anyways, het is 10:30. Ik heb lekker uitgeslapen. Ik moet om 12:00 werken bij Gossip. Een stijlvideootje maken en wat stories. Dus dat is de zondagbesteding. En ik denk, want ik vind het best wel irritant dat ik de vlog telkens zo laat upload. Het is bijna altijd na 10:00, omdat op een of andere manier, ik begin oprecht om 8:00 met editen. Maar op een of andere manier duurt het uploaden de laatste tijd zo fucking lang. Dus misschien dat ik wel gewoon voortaan de vlog op dit moment stop. Meteen ga editen, dat hij wel gewoon op tijd online is. En dan kan de nieuwe vlog weer starten, maar ik weet niet of dat chill is. Ja, ik ga in ieder geval nu eerst eten. De nieuwe collectie van Nicki moest vandaag geshoot worden. Dus ik heb de stijlvideo net af. En deze hele mooie top is binnen. En ik vind hem wel echt heel erg mooi. In zo'n beetje pastelachtig groene kleur. Het zou meehelpen als hij scherp staat. Maar dit is toch heel erg leuk. Ook op een beige broek of zo. Misschien neem ik deze wel mee. Nee, in de spiegel komt hij helemaal niet tot z'n recht. Maar zo wel. Dit vind ik ook echt fancy. Ik kom net thuis en ik zie dat dit pakketje binnen is van Yfood. Dus die ga ik volgende week lekker unboxen. En daar zit overigens ook weer een kortingscode bij. Dus mocht je nog een aankoop willen doen, wacht dan eventjes. Want dan kun je volgende week met korting scoren. Ik ga nu naar Mar en dan gaan we lekker chillen. Ik zal de beach nog terugkijken. Of tenminste, dat komt vanavond, toch? Volgens mij wel. Morgen komen ze bezichtigen. Weer van 4 tot 5. Dus dan moeten we weer het huis uit. Geen idee wat ik dan ga doen. Maar ik hou mezelf wel bezig. Dus ik zie je heel graag volgende week. Dankjewel voor het kijken.